Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en Rob en ik zijn in Parijs. Oh, kut. Ik ben mijn vlog aan het uploaden. Ik heb hem net geëdit. Ik zie nu alleen dat mijn schijf bijna vol is, dus daar moet ik even iets aan doen. Thank you. Anyway, ik ben dus bijna klaar. Thank you. Met dit doen. Rob is even gaan steppen door Parijs. En we gaan nu even nog wat eten en dan pakken we de Thalys terug naar huis. Ik heb echt ook heel erg veel zin om weer lekker even thuis te zijn. Ik heb het wel echt bizar druk meteen weer. Maar echt een hele lekkere tijd gehad. En ik ga dus deze week ook nog met Fem op vakantie. Dat had ik haar gegeven voor de verjaardag. Een trip naar Ibiza. En ik heb eigenlijk alles gepland in de weken dat Sarah Lizzie weg is. En dus als ik terugkom is zij ook alweer terug. En ze heeft het echt mega leuk. Dus dat doet me echt super veel goed. Ik krijg super veel foto's en video's door. We bellen veel. Dus dat maakt me echt alleen maar heel erg blij. Natuurlijk mis ik er echt intens. Maar probeer in ieder geval lekker te genieten in de time being. Echt mega fijne dagen gehad. Maar goed, nog even snel wat eten zo. En dan ook weer heel fijn om weer lekker naar huis te gaan. Lekker eigen bedje. Heerlijk. We zitten bij Café Charlotte en we hebben lekker sneeuws. Echt een van de allerlekkerste dingen ever. Dit ruikt zo lekker. Oh, ik hou van deze plek ook. En er komt nog een lekkere croque monsieur en lekker beef tartare aan. We hebben helemaal lekker besteld. Appie! Ja, eindelijk niet zo. Het is een chique vriend, man. Normale tent. Gewoon een normale tent, maar echt helemaal top. Onze second course is er. Beef tartare, croque monsieur, heerlida pirli. We zitten inmiddels na ons heerlijke lunch diner bij Café Charlotte zitten we in de Thalys. En we gaan, als het goed is, de nieuwste aflevering van B&B vol liefde kijken. We zijn echt zieke junkies. We zijn weer thuis en ik heb mijn koffer alvast uitgepakt snel en wat dingen in de was gedaan. En ondertussen is Machteld samples komen brengen van nieuwe Sophia May producten en nieuwe geuren daarvan. Dus die ga ik nu allemaal ruiken. Echt allerleukste gedeelte. Gedoucht, uitgepakt, geschoren, gekamd, de hele bende. Nee, zeg je? Nee. Heb je eigenlijk je nagels geknipt? Mm-hmm. Zo, ik heb het niet eens gehoord. Nee, het was een douche. Zo, dat is slim. Zo moet je dat nou aanpakken, minion. Wij hebben inmiddels van B&B voor liefde. Echt, ik snap dat mensen die niet kijken en mij het zo vaak horen zeggen in de vlog. Echt dat ze denken, wat is dit voor achterlijke obsessie? Heb je er een part-time baan naast? Maar ja, zo behandelen wij... Is er wel een aflevering? Nee. Meen je dit? Mm-hmm. Echt? Ja. En als je 26 aanklikt, vaak soms kan je dan nog doorgaan. Want ik zag net die thumbnail met... Ja, dat is aflevering 2. Echt? Ja. Was Dave al vanaf aflevering 2? Blijkbaar. Nou, anyway, we zijn echt obsessed, kun je wel zeggen. En het is dus iedere dag een nieuwe aflevering van 50 minuten. Of iedere werkdag. Ja. Echt... Zo'n fantastisch programma. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik heb echt heerlijk geslapen weer. Lekker thuis. Ik ga even de deur uit. Ik heb mijn haar gewassen gisteravond en net even glad gefeund, soort van. Het is wel weer echt lichter aan het worden. Maar ja, logisch door al die zee, zon, vakantie vibes. Even kijken, ik ga even een broodje halen. Daarna ga ik even langs Matthijs. Die werkt vandaag in de PC. Ik had haar een tijdje niet gezien en hij heeft een pakketje opgehaald. Dus die ga ik even ophalen. En daarna ga ik een... ik ga eerst een broodje halen, dan naar Matthijs. En dan ga ik daarna nog naar een ander DHL-punt om nog een pakketje voor mezelf op te halen. Daar is afgeleverd. En dan heb ik een intake met een BSO voor Sarah Lizzie. En dan komen ze hier thuis podcast set opbouwen om een podcast op te nemen. Nog eentje op afstand. Ik zie dat er een hele rare ondefinieerbare vlek ineens op het kastje zit. Wat gek. Geen idee wat dat is. Oké, ik ga de deur uit. Oh, ik zit heerlijk.
in het zonnetje op een bankje. Broodje, sapje, water. Heerlijk. Echt top wakker worden dit. We nemen vandaag weer een podcast op. Op afstand. Ik zie Kai alleen niet. Het beeld is prachtig zoals je ziet. Het beeld is beautiful. Kai ziet er goed uit. En vandaag gaan we het hebben over vapen is leven. Nou. Als jullie dit... Hij komt donderdag online, toch? Ja, als je deze video ziet, staat hij al online. Ik krijg trouwens echt best wel vaak vragen van... waarom zou je naar podium mogen gaan met podcast? Dat is dus niet zo. Of althans, dat is ook zo. Maar alle podcasts die we altijd al maakten... dus gewoon de reguliere podcast... iedere week een probleem oplossen van de luisteraar... dat doen wij gewoon nog steeds op alle podcast apps. Dus Spotify, de Apple Podcast app, bla bla bla. En dan is er extra content te beluisteren op de podium app. En daar moet je inderdaad voor betalen... Maar er is dus eigenlijk niks veranderd qua reguliere podcast. Er is nog evenveel content, allemaal nog even lang. Hetzelfde onderwerp als het al het voorgaande jaar is geweest. Alleen er is nu gewoon extra content op de Podimo app. Ik krijg daar echt vaak nog wel een opmerking over. Dus ik dacht, ik maak het nog even één keer duidelijk. Maar we gaan weer lekker opnemen. Alles is weer afgebouwd hier. Ik heb even een kiwitje voor mezelf gesneden. En ik was bezig met de was. Maar we hebben dus echt een kut wasrek. En ik had dat hele ding soort van in elkaar laten donderen. Dus Rob is nu onderweg van kantoor hierheen om het te fixen. Want anders kon ik gewoon geen was draaien. En ik moet nu echt wassen. Ik eet even het kiwitje op. Ik ga een broodje bestellen. Daarna krijg ik een leenauto. Omdat mijn auto nog steeds bij de garage staat. Door die schade die ik toen een keer heb gereden tegen die bus aan. Dus ik krijg nu een leenauto. En dan ga ik daarmee naar het kantoor van Stelts. Voor de afspraak die wij hebben. Ik heb dus een leenauto. En het is letterlijk... mijn droomauto. Het is namelijk een Defender. Dit ding is hoog. Echt, I love it. Ik moet even alles gaan aanscherpen weer op mijn eigen hoogtes en afmetingen. En oh my lordy, ik vind het altijd wel heel spannend om in een nieuwe auto te rijden. Maar deze is wel heel cool. Oh my god. Oh, oké, ik ga nu richting de Weteringschans. Echt leuk dit. Echt geweldig leuk om even in een andere auto te rijden. Ik kom net bij Stelts vandaan en we hebben weer alle... Oh, ik weet niet of je me hoort door de wind. Maar we hebben weer alle campagnes besproken die er aankomen. Echt hele leuke dingen. En kijk nou even hoe vet die Defender is. Die ik vandaag mee heb. Is toch te heerlijk. Echt wat een bak is dit zeg. Niet normaal. Hij is ook echt super hoog. Ik moet er echt als een soort kabouter in klimmen. Heel cool. Oké, ik ga naar Zoetermeer rijden, want we gaan naar de escape room. Oh my lord, en volgens mij is het dus een soort horror escape room. Mogen jullie gokken hoeveel... of hoe erg dat mijn input was? Nou, ik heb de weg naar Zoetermeer lekker gepakt met een open dakkie. Echt heerlijk. En nu gaan we de escape room doen. Daar mag je uiteraard niet filmen. Dus ik kom zo bij jullie terug met de uitkomst. Of we binnen een uur ontsnapt zijn uit de escape room. Het zal mij benieuwen. Waar is de sleutel van de auto? Dat zal mij ook wel hier. Oké, daar gaan we. Ik durf niet eens een hol op. Maar hoe heb je dit ooit gedaan dan? Waarom dacht jij ooit ik ga wel mee? Gadver, we zijn bij de escape room aangekomen en Manon zegt het is niet zo eng en ik zie dit. En dan zegt ze, nee, die gaan we niet doen, we gaan deze doen. Nee, dit is lekker geruststellend. Gadver de gadver. Oh my lord. Oh my freaking fuck gewoon. Dit was echt een van de vreselijkste dingen die ik in mijn leven gedaan heb. Ik vond het echt eigenlijk... niet leuk. Echt zoveel geschrokken en er gaat dan echt bizar veel adrenaline door me heen. Ik word er gewoon helemaal paniekerig van. Maar goed, één positief ding. We hebben het dus wel gehaald. En dat schijnt best wel uniek te zijn. We waren met z'n zessen. En we hadden nog 1 minuut 40 of 50 over of zo. Dus dat schijnt best wel bizar te zijn dat het merendeel het volgens mij niet haalt. Maar ik... zou ik niet nog een keer doen. Zeker niet zo'n horror. Oh my lord. Ik ben weer thuis.
We hadden dus team uit je escape room. Nou, ik ben wel trots op het feit dat we het gehaald hebben. Maar ik ga echt met hartkloppingen mijn nest in gewoon. Echt doodeng. En nu ben ik lekker thuis en gaan wij even lekker nog een B&B'tje er doorheen knallen. Voordat ik weer de koffer pak en naar Ibiza vlieg. Want dan kunnen we een paar dagen geen B&B kijken samen op. Kunnen we volgende week weer lekker rammen. Oké, ik ga even mijn camera opladen. Waar is mijn oplader in vredesnaam? Ik denk in de badkamer. Tot morgen. Ja. Ja, dat is wel grappig. Dan wordt het bijna een soort lifehack. Ja. Ik krijg trouwens veel de vraag over waar mensen de geur kunnen ruiken. En ik zou zeggen, stuur het account van Sophia mee een berichtje. Oké, prijs. Ja. Ik had net een telefonische afspraak over Sophia May en de aantallen die we moeten bestellen. En oh my god. Ik krijg er echt zieke stress van. Gewoon omdat alles zo duur is en alle leeftijden zo lang zijn. En I can't deal, maar goed. That's life. Ik ben nu weer mijn koffer aan het inpakken. Want ik vlieg zo lekker naar Ibiza met Fem. Ik heb er zoveel zin in. Echt. Ik denk de laatste keer dat ik met Fem op vakantie ben geweest. Is volgens mij letterlijk toen wij nog niet eens samenwonen geweest. Zijn wij op vakantie geweest nog toen wij al samenwonen? Dat weet ik niet eens. Volgens mij dus niet. Dus ik heb er echt belachelijk veel zin in. We gaan lekker 4 dagen naar Ibiza. En gewoon, ik heb allemaal chille dingen geboekt. Dit wordt echt, of althans, ik hoop dat het heel leuk wordt, maar ik denk het wel. Fem is ook altijd zo chill. Ik kan niet wachten. Ik heb hier echt mega, mega, mega veel zin in. Nou, wij zitten in het vliegtuig. Hallo. Het is echt 100 jaar geleden dat jij in een vlog bent geweest. Wow, inderdaad. Nou ja, laatst nog een keer lang. Oh, dat heb ik niet eens. Toen bij Messiba. Echt? Oh, maar. En we gaan nu lekker vliegen. Wij hebben lekker bij Nobu gegeten en dit is echt, ik denk mijn favoriete dessert op de wereld. Het is zeg maar, het is een lava cakeje met matcha ijs. Ik vind matcha ijs sowieso echt het allerlekkerste dat er bestaat qua desserts. Maar dit lava cakeje is ook echt anders dan de meeste lava cakejes in de world. Het is gewoon echt, oh zie je? Je ziet hier al hoe lekker die fondant eruit komt. Ach, zo lekker dit. Het is vandaag vrijdag en wij zijn lekker aan het varen met Kai en Jess. Femi, hallo! En we gaan vandaag lekker een dagje varen en lunchen op Formentera. Echt heel lekker. Maar de zee is best wel heftig. Ik weet ook niet of je me kunt horen nu. Dus Fem en ik zijn even naast de kapitein gaan zitten. Anders worden we kotsmisselijk. What is happening? Is there? Oh my god! How can we stop it? What? Is the fire finished? Ja. Oh, gisteren eigenlijk niet meer gefilmd. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag, denk ik. Ja, het is vrijdag. En wij gingen gisteren dus varen en lunchen bij Bessel Beach. En het was zo leuk. Het was echt een heerlijke dag. Het zat echt een top 3 van de leukste dagen uit mijn leven wel. En ja, eigenlijk zo in het moment gezeten dat ik niet echt meer heb gefilmd. We hebben echt heerlijk geslapen. We lagen om 12 uur erin en we werden echt net pas wakker. En het is nu 1 uur.
En we gaan zo lunchen bij La Escolera. Echt een hele chille plek ook, dus ook veel zin in. En vanavond ook weer lekker eten. Het is gewoon voor reservering en reservering leven weer. En lekker weer. En ik hoop dus nog even zwemmen en zo. En gewoon lekker. We zitten lekker bij La Escolera. En lekker paojaatje. Oh, helemaal top. Het uitzicht hier. Dus dit is echt een van mijn favoriete tenten op Ibiza. Gewoon zo lekker. Goed eten. Top plek. Het zit vlakbij. Daar heb je El Chiringuito. En dan hier gewoon lekker rust. Ach. We hebben de hele middag liggen pit op het strand. Echt heerlijk. En nu zijn we in een winkeltje. We gaan echt bij ieder restaurant of beach tent gaan we een winkeltje in. En we hebben nu wat jurkjes gepast. Dit is nog Tante Trien. Ik vind dat het bij jou niet snel Tante Trien is. Ik vind het wel heel leuk, maar als je er niet weg van bent. Nee. Deze wilde jij sowieso niet. Nee, die mag jij. Ja, leuk. We zijn lekker bij Jules. Oh, en dit is een king crab salad. Het ziet er echt ziek lekker uit. Oh mijn god. We hebben echt heerlijk gegeten bij Jules. En nu zijn we weer thuis. En we hadden echt van tevoren bedacht van oké, we gaan echt party life. Maar we zijn eigenlijk gewoon tot de conclusie gekomen. Dat we gewoon houden van slapen. Ja, het is ook echt een overeenkomst. We houden gewoon van slapen. En dat is pas vakantie, gewoon lekker liggen. Ja. Tuurlijk, een drankje doen is leuk, maar slapen. Altijd. Wakker worden wanneer je eigen lichaam zegt, nu is het genoeg. Dat is ultieme luxe voor mij. Dat vind ik ook hoor, dat is zo lekker. Wat heerlijk. En nu gaan we morgen gewoon weer zien wat de dag brengt. Gewoon rustig aan, in ieder geval lekker slapen. Dat is de main focus, echt. Uitrusten gewoon. Hier, dan kom je pas een keer normaal terug van vakantie in plaats van dat je daarna... Oh, wil je watjes? Ja. Een lakie. Ja. Nou, dus wij gaan lekker slapen. Bis morgen. Goedemorgen. Het is zaterdag. En we lagen er echt wel vroeg in weer. Zo. We lagen er om 12 uur in, maar we hebben tot 4 uur wakker gelegen. Ja, om 12 uur lagen we erin. Super lang wakker gelegen. Nu wakker, we gaan even ontbijten. En dan kijken waar we gaan liggen vandaag. En wat we allemaal precies gaan doen. Oh. We zijn weer lekker op pad met onze vrienden. We zijn bij een echt heel schattig strandje. Hier. En dan zitten we lekker hier te eten. Oh, heerlijk ziet het uit. Ook goede frietjes. Love it. Lekker dit. Nou, jij eet niks. Taco? Ja. Taco. Thank you. Oeh, ziet er ook lekker uit. Thank you. Nou, we lagen dus op een heel lekker strandje met Kai en Jess. Echt, ik film bijna niks, maar we zijn echt de hele tijd alleen maar lekker aan het relaxen. We zijn nu weer op de kamer. Ik heb vandaag een nieuwe bikini gekocht in het winkeltje hier. En we gaan ons nu klaarmaken, want we gaan vanavond naar Leo. Het is onze laatste avond. Ik heb er echt zin in. Ik twijfel een beetje wat we in mijn haar gaan doen. Het is één... Ik moet even proberen te skitten zo. Okay. Het is onze laatste avond. Je bent ook echt kapot. We slapen echt superveel, wat echt heerlijk is. Maar ja. Slapen ben ik gewoon. Ik rust maar niet uit. Dus we gaan lekker vanavond daarheen en dan daarna lekker weer uitslapen morgen naar huis. Nou, ik ga me klaarmaken. Woo!
Goedemorgen, het is vandaag zondag. En wij hadden gisteren echt een topavond bij Leo. Kai en Jess konden uiteindelijk alsnog komen. Het was echt, echt, echt super gezellig. En toen daarna zijn Fem en ik nog naar de Haai geweest. En ineens was het 6:00. En toen kwamen we eruit kwamen lopen. Echt, oh my lord, niet normaal. Ik moet zeggen dat ik het wel echt heel leuk vond, maar we zijn echt compleet kapot nu. En we gaan nu naar het vliegveld. Even uitchecken, auto aftanken, inleveren en dan Burger King eten. Oh my god. Oh, dat is zo zin. Oké, we hebben alles in onze koffer gesmeten. Ja, we hebben echt binnen een half uur alles in onze koffer gesmeten. Wij zijn echt de meest snelste. Wij zijn zo snel, echt. En nu lekker naar huis, ook alweer lekker. Oh my lord, breakfast. Zo zin in. Oh heerlijk, ik heb ook zin in die ijskoude cola. Oh. Oh, disconnect your electronic device from the onboard power supply. Nou, ik was net thuis en echt super lief. Rob stond te wachten op Schiphol. En hij was, ik had eigenlijk gevraagd of hij me op wilde halen. Alleen, mijn auto staat nog steeds bij de garage en Rob heeft een smart en daar past mijn koffer niet in. Dus toen zei hij, ik kan je niet ophalen. En toen kwam hij alsnog, lieve snuit. En wil je even vertellen hoe je bent gekomen? Met de tram en de trein. Ja. En heb je daarvoor betaald? 0 euro. Zwart. Rob kon dus geen kaartje kopen. Of althans, hij moest over chipkaart kopen. Dus... dus hij is gewoon achter iemand aangelopen in een poortje. Maar goed, hij stond heel lief te wachten. En nu ben ik snel gaan douchen. En me opgefrist, omgekleed en Rob's zus is jarig. En we gaan nu varen met Rob's andere zus en moeder en zo. Dus ik moet even haasten als Uber is er. Skinstasje en een flesje champ. Zo zie ik mijn cadeautjes graag. Jammer dat deze voor je zus zijn. Niks voor jou. Jij toch, Kerk. Ja, dit is het mooie aan Rob. Hij stond vandaag bij Skins om een cadeautje voor zijn zus uit te kiezen. En toen vroeg hij mij om tips. Toen zei ik, ja, misschien gewoon het geurtje dat ze heeft. Maar ja, ik weet niet welk geurtje ze heeft. Zat hij ondankbaar te doen voor de tip? Dat is gewoon een hele goede tip. Zeg, wil jij nog iets hebben van de Skins? Ik ben nu top. Ja, een cadeautje, zoek maar iets uit. Ja. Maar ik liep er al een uur rond. Zeg ik, nou oké, om je te bedanken voor je hulp. En toen zei ik, doe maar een handzeep. Heeft hij het in laten pakken? Alsof die handzeep ook echt alleen voor mij is. Cadeautje. Ja, lief van jou, schat. Jij was vaker Jander dan ik. Ja, dat is zeker. Ik douche ook vaker. Je was in ieder geval vaker je haar. Goed een selfie met z'n allen. Ik kan wel een foto. Wil heeft de langste armen. Dan moeten jullie ook hier naartoe komen, Robert en al. Wij zijn net gaan varen voor Wilder B-Day. En wij gaan nu weer lekker naar huis. Ik heb maar een doek omgeslagen, want het was echt super heet. Buurman vraagt of Hello Fresh besteld. Oh, ja, zeg maar dat je het zo komt halen. Als hij dan nog wakker is. Wel lieverd is dat, hè? Hij is super. Super behulpzaam en lief altijd. We gaan nu lekker naar huis. Misschien nog even wat snacken. Een snackje halen onderweg. Kunnen we ook doen. Ja. Dan lopen we lekker naar huis. Zegt hij maar af. Oh. Jammer. Gadverdamme. Een borst ook in de vriezer. Oh, we komen langs een dierenwinkel. Die ligt Achillespees. Luchtpijp. Gadverdamme, maar dat is echt een spinnenweb. We zitten er ook op. Runderkophuid, wat is dit? Kalfshoef. Oh, dat is gewoon een hoef. Pensburger, ook een van de smerigste woorden ever. Lamrijst. Wat is dit? Een rundvleesrolletje. Snoep, Mari. Godverdamme. Kattenbonbon. Kattenbonbon. Een klei van Sarah Lissie. Kattenbonbon. Ik heb trouwens gewonnen. We gaan toch lopen en eten halen. Oh, het is 10:00 zo. Ik zie echt dat ik een beetje verbrande wangetjes heb of zo.
Rob heeft lekker het bed verschoond. Oh, ik had hem echt gemist. Echt heerlijk om thuis te zijn. En morgen podcastopnames en vlog editen, et cetera. En dan weer gewoon volle werkweek. En Sarah Lissietje komt weer terug. Daar ben ik heel blij mee. Oh, ik kan niet wachten. Echt, zijn we weer helemaal compleet. Echt, ik ben helemaal zen en rustig. En zeer moe. Dus ik ga lekker slapen. En ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik kan echt niet uit bed komen. Ik heb echt, ik heb nog drie dagen niet bijkomen van deze trip. Ja, Ibiza met Femi. Oh. Rob is echt al 2 uur geleden opgestaan. Naar zijn werk te gaan. En ik ga even een koffietje bestellen en dan moet ik douchen. En dan moet ik heel snel naar de podcast rijden. Omdat we weer lekker podcast gaan opnemen. Het is wel grappig dat ik nu met Kai weer moet opnemen de komende 100 dagen voor mijn gevoel. Terwijl we elkaar net veel hebben gezien op Ibiza. Oh gosh. Oké, koffie besteld. Ik ga snel douchen en me klaarmaken. Cool. Nou, het is maandag. En wij zijn podcast aan het opnemen. We zijn even gestopt. We zijn even gestopt. Ik kon niet meer. Ik was een verhaal aan het vertellen over Ibiza. En ik kreeg ineens, mocht ik een vorkje en een lepeltje. Ik kreeg ineens zo'n zieke opvlieger. En ik had veel te weinig gegeten. Dus nu zijn we even naar die zaak tegenover de studio gegaan. Echt topzaak. Beste zaak ever. Griekse salade. Echt een heerlijk broodje met kip en pancetta. Truffel mayo, ja, ik heb echt ziek veel gekocht. Ik dacht, ik moet even refuelen. En een bakje met saffraanrijst en groentjes. Gewoon eventjes bunkeren. Samen met die banaan. Ach, man. Het zit lekker, zeg. Heerlijk. Ik ben thuis, ik ga de koffer doen en een vlog editen, dus ik zie jullie volgende week weer. Ik denk dat het Ibiza gedeelte een beetje rommelig was, maar goed, daar was het niet minder gezellig. Ik zie jullie volgende week weer, dankjewel voor het kijken. Doei!